Het was rare omstandigheden dat we plots onze gsm moesten afgeven, omdat de coach niet wou dat iemand al ging checken wat Duitsland en zo in andere poelen gedaan had, waar we wel afhankelijk van waren. Dus we hebben dan gewoon nog voordat we naar onze bagage gingen, hebben we ons aan de kant gezet. En eens dat dan de uitslag bekend was, dan denk ik dat je dat ook kan horen, dan ging alle spanning eruit. Maar dat brengt gelukkig. Ik heb ondertussen al 13 berichten. Rusland, Duitsland, 94e minuut, 0-4. Ik denk dat het sowieso specialer was dan dat we ons nu voor de tweede keer geplaatst hebben. Het is de eerste keer en je vergeet dat niet. En het was toch een speciaal moment. En als ik dat fragment zie, dan krijg ik nog altijd zo kippenvel of zo. Dus daar kwam wel heel veel emotie bij kijken. Eens dat je voor de Red Flames bent te spelen, ja, dan zie je in de zomer wel dat er landen zijn die altijd die grote toernooien doen, zoals een EK, zoals een WK, zoals Olympische Spelen. En dan zeg je wel van oké, het wordt tijd dat we daar een keer bij zijn, want dat kan echt wel een boost zijn voor het vrouwenvoetbal en ook voor de ploeg en voor jezelf. Dus dat hebben we dan verwezenlijkt. Willaert, daar gesneden en goed verlengd. Het is dan toch 1-0. Doelpunt van Sarah Youssel. Ja, zeker. Waarom niet? Waarom niet Toria en waarom niet scoren? De 0-1 op dergelijke wijze. Fantastisch van Kaiman. Ja, nu zijn we bezig voor het WK, omdat we altijd maar meer willen. Maar dat is natuurlijk niet eenvoudig. Ook een tweede keer ons kwalificeren voor het EK, dat was ook niet eenvoudig. Maar dat hebben we gedaan. Dus stap voor stap proberen we telkens in de zomer bij een toernooi te zijn. Rusland, Duitsland, 94e minuut, 0-0.